Dag dames en heren, op veel plaatsen hadden we vanmorgen een prachtige zonsopkomst. In grote delen van het land boven de bloeiende heide, want de heide staat volop in bloei en dat zal de komende 1 tot 2 weken nog wel gaan aanhouden. Alvast een fototip of een kijktip voor volgende week, want we krijgen volgende week met rustig weer te maken. Vrij frisse nachten met ook kans op wat nevel of mist. En in combinatie met die heide kan dat natuurlijk hele fraaie plaatjes opleveren. Maar niet alleen dat, want eerst krijgen we te maken met een lage drukgebied. Dat zal vooral morgen het geval zijn en dat levert een stevige wind op. Vandaag merkten we dat al af en toe, een windkracht 6 tot 7 aan de kust en morgen zal die wind nog iets verder gaan toenemen. Dat alles heeft te maken met een lage drukgebied en dat trekt morgen over de Noordzee net langs ons land met ten zuiden daarvan dus die wind en ook van tijd tot tijd wat regen. Daar blijft het niet bij, want ook in de loop van zaterdag krijgen we met een gebied met regen te maken. Dat zien we hier passeren. Waarna we zondag aan de achterzijde terechtkomen onder invloed van een westelijke wind en dus iets lagere temperaturen. Nou, ook vanavond is het niet al te warm op veel plaatsen. Temperaturen van een graad of 20 tot 22 vanmiddag. En vanavond met toenemende bewolking vanuit het noordwesten is het dan een graad of 19. Maar die wind maakt het voor het gevoel toch allemaal wel wat frisser. Nou, in het noordwesten valt af en toe een enkele lichte bui. Dat zal vanavond ook zo blijven. En pas in de nacht trekken die buitjes langzaam wat meer het land op. En kan het op meer plaatsen wat druilerig weer worden. Nou, morgen hebben we dan te maken met die stevige wind die in de loop van de dag opsteekt. En met name in het noordwestelijk kustgebied gaat het echt wel hard waaien in de middag. Een windkracht 7 tot 8, een stormachtige zuidwester af en toe. Met windvlagen daarvan tussen de 75 en 85 km per uur. Verder boven land waait het uiteraard wat minder stevig. Maar ook daar een vlagerige wind met kracht 4 tot 5 en windstoten tot zo'n 60 km per uur. Nou, in eerste instantie is het droog met vooral in het oosten wat zon. In de middag passeert van west naar oost een gebied met wat regen. En later breekt juist in het westen de zon door en zal het in het oosten nog een tijdje grijs zijn. Temperaturen daarbij buiten de neerslag om tussen de 20 graden aan zee en 23, misschien lokaal 24 graden in het zuidoosten van het land. Nou, zaterdag dan komen we precies op de grens te liggen tussen warme lucht in het oosten en koele lucht in het westen. Er staat 24 graden, maar in het westen zal het hooguit een graad of 20 worden, terwijl het langs de oostgrens misschien wel 27 of 28 graden wordt. En daarbij vooral in de namiddag en avond vanuit het westen een paar buien, in het oosten misschien ook wel met kans op onweer daarbij. Nou, de dagen daarna verlopen overwegend droog, met in eerste instantie middagtemperaturen rond een graad of 20, enkele frisse nachten ook, met name in het begin van de nieuwe week. Maar in de loop van volgende week krijgen we opnieuw te maken met warmere lucht. De temperatuur gaat verder oplopen en dat zien we ook mooi in de pluim terug. Met name de tweede helft van volgende week verloopt behoorlijk warm. Met temperaturen van tussen de 25 en 30 graden en in het zuiden van het land misschien wel meerdere dagen rond een graad of 30. En daarna neemt de onzekerheid wat toe. Kan er ook een enkele regen- of onweersbui vallen, maar over het algemeen ziet de lange termijn er behoorlijk warm uit. Voor nu wens ik u een fijne avond.